Hij is een echte Rotterdammer. Hij zag de bommen en de brand. En na het puin de kale vlakte. Ik ben Marjan Beiering van het Geschiedenislab. Het Geschiedenislab doet onderzoek naar het verleden, ook naar het verleden van Rotterdam. En deze keer doen we dat niet in archieven of in boeken, maar we zijn op zoek naar liedjes die gezongen worden door moeders, en dochters, en oma's en tantes. En die liedjes, dat kunnen liedjes zijn liedjes van vroeger, liedjes die in Rotterdam gezongen werden, maar dat kunnen ook liedjes zijn die vroeger bij de afwas in Marokko gezongen werden. Of een liedje dat je zong als je een spelletje deed op Curaçao. We denken dat als we zo'n verzameling van die liedjes bij elkaar hebben, dan heb je eigenlijk een beetje het geheugen van de deelgemeente Noord en van Kralingen-Krooswijk bij elkaar. We willen liedjes van moeders, van dochters, van tantes. We willen graag ook het verhaal dat erbij hoort. Daarmee gaan we een soort verzameling maken. Want net zoals Arie van der Krocht zegt, het verleden van Rotterdam zit niet zozeer in de gebouwen, maar wel in het heimwee dat er leeft. Als je wilt meedoen, bel dan naar het Geschiedenislab 010-21-41-444. Je kunt ook kijken op de website. Want het verleden zit niet in gebouwen, maar in het heimwee dat hier leeft.